De Belastingdienst Suriname biedt vanaf gisteren ondersteuning aan klanten die zich willen registreren voor de BTW. Door middel van kiosken in het kantoor aan de Van Sommelsdijkstraat zullen klanten worden geïnformeerd of geassisteerd. De kiosk is met name bedoeld voor klanten die beperkte of geen toegang hebben tot internet of klanten die assistentie nodig hebben bij de bediening van de computer. De registratie is verplicht voor ondernemers die per kalenderjaar een omzet hebben van meer dan 1 miljoen SRD. Of voor ondernemers die dat verwachten voor het komend jaar. De verplichte registratie moet voor 1 januari 2023 afgerond zijn. Dat is de datum waarop de BTW ingaat. LVV-voorlichters van Groningen die zich bezighouden met statistiekdata-opname hebben gisteren een training gevolgd op het resortkantoor. De training heeft als doel verhoging van agrarische productie middels verbeterde en kwalitatieve beschikbare agrarische data. Deze training is onderdeel van het IDB-project Sustainable Agricultural Productivity Program. Dat zich richt op de komende agrarische telling, waarbij de nodige data vergaard zal worden. Het ministerie van Volksgezondheid krijgt een nieuw onderkomen. De definitieve ontwerpdocumenten voor de bouw van nieuwe gebouwen voor het ministerie van Volksgezondheid en het BOG zijn gisteren gepresenteerd aan de regering. Het finale ontwerp van de nieuwbouw wordt gecertificeerd als duurzaam bouwen. Het doel hiervan is het bouwen met duurzaamheid, waarbij onder andere minder elektriciteit zal worden gebruikt. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase, de gebruiksfase als bij de sloop van de oude gebouwen richt men zich op duurzaamheid.